Na lang gesteggel wordt de Kruidenbuurt begin volgend jaar opgeknapt. Door een conflict tussen de gemeente en Brabant Water liep de klus vertraging op, maar de partijen zijn nu tot een deal gekomen. Het werk aan een nieuwe riolering, verlichting, bestrating en groen in de wijk werd keer op keer uitgesteld. Hierdoor hebben de bewoners van de Kruidenbuurt stankoverlast, wateroverlast en hinder door losliggende tegels. Brabant Water en de gemeente zijn nog verwikkeld in een juridische strijd. Ze laten de rechtszaak lopen, maar het geld voor de opknapbeurt wordt nu wel opzij gezet. Later moet de rechter uitmaken wie er opdraait voor de kosten.